What's up en welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering op een YouTube-kanaal. Ik ben Lem natuurlijk, jullie gamecommentator. En voilà, we zitten klaar alweer voor de eerste aflevering van de carrièremode op PCM 22. Jawel, mijn tweede video van PCM 22 op mijn YouTube-kanaal. Ja, het heeft even op zich laten wachten, maar oké. Ja, die andere content creators die beginnen er altijd zo vroeg aan. En die komen er altijd mee weg. Ik vind dat gewoon maf, mannen. Die starten zo vroeg een carrière en die geraken altijd seizoenen ver zonder dat die echt grote problemen hebben. Ja, ik vind dat bijzonder straf. In ieder geval, wij hebben gekozen, of jullie hebben gekozen, voor Bengal, Powell, Sauze, Wallonie, Bruxelles, met Timothy Dupont onder meer, met Stanislaw, Anjolkowski, met ook Arjen Livens, jawel, en met deze man, hè. Bas Tietema, jawel, jawel. Zondag gaan we meer te zien krijgen over de Tietema-mode. Maar ik kan nu al een kleine spoiler mededelen dat het niet echt het volledig pro-cyclist-concept is dat je gewoon bent. Dus we gaan ook niet vanuit de pro-cyclist-mode gaan spelen. We gaan alles voeden vanuit de carrière-mode, omdat ik op die manier eigenlijk een beetje de focus kan gaan leggen op Tietema en de Lee. Want ja, oké, de stem, de poll rond die twee, die was zo bijzonder close dat ik eigenlijk gewoon niet kon kiezen. En jullie trouwens dus ook niet. Maar in ieder geval, zondag meer daarover. We gaan eerst en vooral beginnen met iets vreemds, ja. Normaal gezien begin je nu meteen met het plannen van het voorseizoen en de kalender en dit en dat. Maar ik ben eerst en vooral op zoek gegaan bij de vrije agenten, jawel, bij de vrije renners die op de markt eigenlijk nog zogezegd beschikbaar waren begin dit seizoen, om te gaan kijken om toch nog een kleine kopman af te vaardigen voor het rondewerk. Want Bingwell, Powell, Sas, die heeft dat eigenlijk niet. Dus ik ben eigenlijk bij deze mannen even gaan kijken van, ja, kunnen we eventueel naast Bas Tietema nog iemand anders gaan aantrekken? Want ja, Tietema eigenlijk ook heel laat een contractvoorstel gekregen van Bingwell. Ja, was ook gewoon ploegloos. Ja, logisch. Zijn laatste ploeg was ergens in zijn jeugdcategorie. Dus ja, we gaan eens gaan kijken of eventueel Romain Seigelen wil gaan tekenen voor Bingwell. En ja, eigenlijk kan hij geen nee zeggen, want ik moet het doen met de editor. Ja, voilà, bam. Hij zit in een save game bij Bingwell. Hij gaat één seizoencontract krijgen voor 5000 euro per maand. Welkom Romain Seigelen. En we gaan zien wat hij dus gaat bieden. En als hij het goed doet, gaan we hem sowieso volgend jaar een contractverlenging geven. En wat zal deze Bas Tietema doen? Dat is ook de vraag natuurlijk. Maar wederom, zondag de Tietema-mode vanuit deze Bingwell-carrière. En dan krijg je eigenlijk een volledig zicht hoe ik alles ga uitspelen. Ja, want 4 save games naast elkaar, dat was onmogelijk. Dit is onze sponsor trouwens dit seizoen. Ik heb het budget wel wat opgekrikt als we het heel goed doen. Ja, ik hoop dat we dat gaan halen, maar ik vrees er toch wel voor. Als het een succes wordt dit seizoen, dan zal het al goed zijn. En dan hebben we al een heel mooi budgetverhoging qua maandloon. Dus dan kunnen we al een paar renners gaan aantrekken. Dit zijn de doelstellingen voor Bingwell. Met de omloop het nieuws wat in Kuurne. Top 10, top 5 in Le Samen. Top 10 in de E3. Ja, dat is een stevige. Top 10 in Dwars door Vlaanderen zou moeten lukken. Top 5 in de Scheldeprijs. Oké, het zijn doelstellingen die zeker niet onmogelijk zijn. Maar er zitten er een paar pittige tussen. En natuurlijk, ja, die etappe-overwinningen in de Balwaze Belgium Tour en de Ronde van Wallonië, dat zijn mooie meenemers. En in de Benelux Tour moet er misschien toch ook wel iets in zitten. De Rossa is nog steeds ons fietsenmerk, wel ook in real life voor alle duidelijkheid. Straks in game zal je dus die frames gaan terugzien komen. En dan onze kalender, ja, ik heb er al heel wat weer uitgesmeten, want dat doe ik altijd. Ik ga eerst bijna volledig mijn kalender leegmaken en dan alles gaan toevoegen. En afstemmen natuurlijk op de renners binnen jouw ploeg. Voilà, dit is de kalender dan uiteindelijk geworden. We proberen naar de UAE Tour te gaan. We gaan natuurlijk naar Kuurne, omloop, et cetera. Ja, Ronde van Vlaanderen zou ik heel graag willen meedoen en een wildcard krijgen. Net als Milaan-Sanremo, net als Paris-Roubaix. Vierdaagse van Duinkerke, belangrijke wedstrijd dit seizoen op onze kalender. De ZLM Tour natuurlijk ook. De Balwaze Tour, daar willen we ook echt wel presteren. Ja, nationaal kampioenschap. Misschien een nationaal titel met Tietema. Stel je voor, de Ronde van Polen zit er hopelijk ook in. Al is het een wildcard, net als San Sebastian. Ook La Vuelta, de Ronde van Spanje, mogen we er naartoe of niet? De wildcard is aangevraagd, we moeten nu afwachten. Ronde van Luxemburg, Parijs Tours en dan nog afsluiten daar in het Verre Oosten. En dan zien we wel of we de World Tour halen of niet. Maar dat is niet de doelstelling in het eerste seizoen, om eerlijk te zijn met dit Bingwell team. En Abakumov en Linares, dat zijn onze twee trainers momenteel. Escriba en Joop Zoetemelk, dat zijn de scouts momenteel in ons team. Maar oké, voor een Belgisch team mag er toch ook wel nog een Belgische scouts bij. En we gaan
gaan Carlo Bomans nemen. Ja, de ex-bondscoach van Team Belgium is altijd een leuke man met ervaring, alhoewel reputatie is wel nationaal. En Jeff Tourkeveld, dat is de dokter binnen Bingo Powell Sousen. Voilà, voilà. We gaan ons trainingskamp natuurlijk ook instellen. Doe ik gewoon ieder jaar in standaard in carrièrevorm. Voordat het seizoen begint, een paar dagen op trainingskamp gaan. Dat helpt altijd om de fitness wat omhoog te krikken. Jawel, jawel. En voor de ploeggeest, alhoewel, ja, geen idee of het eigenlijk invloed heeft op die mentale toestand van jouw renners als je ze op trainingskamp stuurt. Ik heb het eigenlijk nog niet echt er zien opkomen. En dit zijn natuurlijk, ja, onze materialen. Die hadden we daarnet al even overlopen. En dan de scouting. We gaan eens kijken waar we onze drie scouts gaan afvaardigen. Natuurlijk, ja, we zijn een ploeg die vooral binnen de Benelux geconcentreerd zit. Dus we gaan Karloke sowieso naar België sturen. Joop Zoetemelk mag naar Nederland gaan. En dan gaan we nog eens kijken waar we Escriba nog naartoe gaan sturen. Frankrijk, ja, en Monaco. Waarom niet? Dan gaan we die man nog wat extra werk geven. We gaan eens kijken. Nee, de twee pijltjes gaan sowieso weg als hij er nog een zone bij krijgt. Dus Spanje gaan we hem niet bijgeven. Momenteel is het rendement van onze drie scouts bijzonder hoog. Dus dat is leuk. Dat is zeker en vast goed. Hebben ze wel een nationale reputatie, ja. Met een internationale of een legendarische reputatie zit je nog beter. En we gaan Duitsland toevoegen aan Escriba. Dan heeft hij nog altijd één pijltje qua rendement. Dat is voldoende. Voilà, ons DT-team van Bingo zit er ook in. Met deze man onder meer, ja. Gil Gelders. Ja, wie weet dat hij volgend jaar voor het hoofdequipe of ploeg van Bingo gaat rijden. Nathan van de Pitte. Het is een Fransman. Het lijkt me eerder een Belg, maar oké. Heeft waarschijnlijk een dubbele nationaliteit of zoiets. En ik heb de Tour daaronder ook nog bijgezet. Ja, ik heb last minute nog de wildcard aangevraagd. We zullen zien of we hem krijgen of niet. We gaan helaas niet echt resultaten kunnen boeken daarvoor, want er zijn nauwelijks wedstrijden voor ons. Maar we gaan sowieso al naar La Tropicale Amissa Bongo. En daar kunnen we zeker en vast punten scoren om die andere wildcards te verkrijgen. Of toch wat hoger op de ranking te komen in verband daarmee. Maar ja, de Tour daaronder, dat wordt moeilijk, hè. Voilà, ik had deze objectieve lijst al volledig leeggemaakt. Dat was ook duidelijk, want jullie zullen alvast gedacht hebben van, komt dat leeg is bij hem? Ik had die allemaal leeggemaakt. En dan begin je natuurlijk alles stap voor stap in te vullen. En ja, voilà, in één flits is het daar. Maar ja, je moet toch wel even heel duidelijk weten dat ik daar zeker een uur of misschien zelfs langer aan bezig ben geweest om dit volledig in elkaar te duwen, te knallen. Ieder objectief met dan de achterliggende blokken daar nog bij. Ik heb niet te veel objectieven willen kiezen per blok. Ja, ik dacht van, misschien is 2 echt wel de max. Je kan naar 3, 4, 5 gaan, maar ik denk dat dat je renner toch niet volledig te goede komt. Dus ik heb bijna bij eentje gehouden en hier en daar 2. Dat zie je ook natuurlijk met heel wat wedstrijden die hierin geboekt staan. Wie waar gaat rijden, ja, dat zal je wel door het seizoen te zien krijgen. En natuurlijk, als Tietema rijdt, gaan we daar een beetje op een andere manier mee omgaan. Maar oké. Dat ga je zondag zien. Wederom zeker en vast komen zien. Dus zondag op mijn YouTube-kanaal. In de namiddag komt die video online van Tietema Moorden met Bingo. Voilà. We gaan onze scouts bevestigen. We hebben ze naar bepaalde zones gestuurd waar het sowieso oké is voor ons. Dus we gaan dat zo meteen op deze mail even accepteren. En dan gaan we zo meteen ook even gaan kijken natuurlijk waar de wildcards al zijn uitgedeeld en waar we mogen meedoen. Dat zou wel leuk zijn als we er toch al een paar krijgen. Maar de Tour daaronder, ja, ik vrees dat dat niet gaat worden. En voilà, het wordt hier bevestigd. Alpecin en Team Arkea, zij mogen naar de Santos Tour daaronder. Ja, ik snap dat ergens ook wel. Ploegen met veel meer kwaliteit. Parijs-Nice mogen ook niet meedoen, dat is jammer. Ik had heel graag naar Parijs-Nice gegaan voor een paar sprintzegens onder meer. En deze lijkt Bastenaken lijkt wel. Ja, oké, het is een Belgische koers, dus ja. Het is ook heel vaak landgerelateerd, hè, man. En als je een ploeg hebt die uit dat land komt in de pro-continentale tour, dan mogen ze heel vaak meedoen. Maar kijk eens aan, Paris-Roubaix, het wordt erop gezet. We mogen meedoen. Ja, lekker, lekker. Kijk er al naar uit, zeer zeker. En wordt de Tietema-mode in Roubaix? Waarschijnlijk wel. Kenny Molly, dat is de eerste naam voor La Tropicale Amissa Bongo. Net als Remy Meerts, Arnie Nivens en Johan Meens konden deze Belgen aan de start voor Bingo. Dan de vreemde
eend in de bijt van onze ploeg. Attilio Viviani, Italiaan, jawel. Louis Blauwe is er ook bij, de Belg. En dan hebben we de laatste man in de rij en een van onze sterkhouders, zeer zeker. En dat is Stanislaw Anjolkowski. Ja, deze man uit Polen. Stanny voor de vrienden. Ik ga hem heel vaak Stanny noemen, voor alle duidelijkheid al. Als het over Stanny gaat, gaat het over Anjolkowski. Bennett van Asbroek en Anjolkowski hebben meteen 3 sterren voor deze eerste rit. Laas Biermans, Boasson Hagen 2, Tamio Grondal, Amund Janssen, Eekhoff en Eenkoren 1 ster. En Main en Juraj Sagan staan in het magazine van deze Afrikaanse ronde. Jawel, jawel. We gaan eens naar Afrika. Gabon Oil is hier een van de sponsors trouwens. Ja, de sponsorpacks van PCM 21 werken ook wederom voor PCM 22. Al moet je toch wel wat uitkijken met de packs voor vooral de ASO-koersen. De Tour, Vuelta, Dauphiné, Parijs-Nice, Parijs-Tours, Paris-Roubaix. Die koersen die hebben wat andere vormgevingen gekregen van boarding, dus let daar wel mee op. En de eerste persvraag van de aflevering gaat er ook in. Het is een bundeltje. Linus, wat vond je van de Balwaze Belgium Tour? Ja, het was een spannende editie, mannen. Het was eindelijk nog eens een spannende editie. En ja, veel mooie vragen over het duel tussen Lampaard en Welles. Ja, ik ga ze niet voorlezen, mannen. Weer veel werk en energie hebben jullie daarin gestoken, maar ik maak het me gewoon makkelijk. Ja, het was een duel op de scherp van de snee. Het was niet helemaal nodig, denk ik eigenlijk, wat Lampaard daar deed. Volgens mij had het Schmid ook sowieso gehaald, maar zwat. Maar het was erover. Het was erover, dat is ook duidelijk. Disqualificatie op zijn plek. Net zoals eigenlijk Lefebvre al verwees naar de Brabantse pijl. Al bedoelde hij precies wel iets anders, want ja, Welles is toch ook gewoon gestraft geweest voor zijn manoeuvre tegenover Remco Evenepoel in de Brabantse pijl. Dus dat is toch hetzelfde, Patrick? Volgens mij is daar hetzelfde gevolg aan gegeven. Allebei disqualificatie, dus dat is gewoon oké. De kous is af ook voor mij daarmee. Ik vind niet dat de UCI Lampaard nog zwaarder moet straffen, want dit was echt niet à la Bouhanni die daar, wie was het, Stenner denk ik, in de afsluiting probeerde de kop stoten. Of een Jacobsen die in de boarding werd geknald door Groenewegen. Ja, die dingen waren toch wel nog van een ander niveau, vond ik persoonlijk. En wij gaan trouwens naar de sprint hier in deze eerste etappe. Merts met de lead-out voor Livens. Ja, het is oplopend. Dus kan Anjolkowski hier iets uitvreten? Nee, het is Livens die onze sterkste man gaat worden. Kom aan, Arjen. Kom aan. Oh, we zijn meteen dicht bij een eerste etappe zegen. Dat wel. Ja, het sprinten is toch wel wat veranderd op PCM 22. Ik vind het wel een pak moeilijker geworden, het sprinten. Ja, dat zeker. En het is de man van Groupama FDG die hem hier gaat pakken. En het is Eski. Oh, Louis Eski. Hij pakt de eerste rit voor Edvald Boasson Hagen. Dan Gazzoli. En uiteindelijk zijn wij vierde met Arjen Livens. Ja, oké. Mooi, mooi, mooi. Ja, de backgrounds en zo zijn ook wel wat gewijzigd op PCM 22, waardoor bepaalde dingen met Photoshop niet meer mogelijk zijn. Dus ik heb het podium op deze manier gecreëerd dit jaar. Ja, ik weet niet of het beter is, maar oké. Het was het ideetje die ik had, dus ik ga het momenteel zo even aanhouden. En SK is de eerste leider in deze Tropical Amisabongo. En dan gaan we kijken naar deze rit. Ja, heuvelachtig. Michael Woods, Benoot, Venturini, Livens. Wie weet, Rozen kan ook. Boasson Hagen is ook zeker en vast een outsider. Dus ja, je ziet het ook. In deze kleine Afrikaanse ronde toch wel wat kleppers vanuit Europa gekomen. En kunnen wij daartegen optornen met Bingel, Powell, Sazen? Dat is ook de vraag, ja. Dat is de vraag die we dit seizoen vaak gaan moeten stellen. Van ja, welke concurrentie komt naar die kleinere ploegen afgezakt? En als die tamelijk goed is, dan hebben we het vlaggen. Nee, dan hebben we een probleem. Maar oké, dan moet ik met PCM-skills bovenhalen. Dat is ook wel de uitdaging van deze carrière natuurlijk. En ik denk ook wel wat de reden waarom jullie hierop hebben gestemd. Of was het voor Basti te maken? Kan natuurlijk ook. Kan allemaal. Molly gaat hier de lead-out doen voor deze tussensprint. Voor Stanny. Kom aan, Anjolkowski. Kan hij het zo meteen gaan afmaken? Een paar seconden pakken. En dan komen we al vrij dicht bij de leiderstrui. Maar oké, dan moeten we natuurlijk daar in het slot ook wel kunnen volgen. Bij alweer een knik omhoog. Maar we zagen dat gisteren op dat oplopend knik. Ja, Livens was goed, hè. Dus misschien moeten we het zo meteen maar op Arjen smijten. En voilà, we pakken deze tussensprint. We krijgen wat seconden erbij. En nog een persvraag van Rune. Is Arno de Lee een outsider voor het BK? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ik denk dat de Lee er heel dicht gaat bij zijn zelfs. Ik denk dat Philipsen gaat winnen. Ja, ik denk niet van Aert dit jaar.
3 op een rij, nee. Dat zou heel straf zijn. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar het kan ook wel gebeuren. Bij Watje weet je echt nooit. Het is zo'n kanjer. Maar ja, ik heb zo'n voorgevoel dat Jasper Philips een Belgisch kampioen gaat worden. Ik weet niet waarom. We gaan nog deze knik op. Voilà. Het is een kop, want hij heeft geen naam gekregen in deze ronde. Knikje van derde categorie, maar het is wel een bijzonder gruwelijke voorbereiding op de massasprint. Ja. En ik bedoel met gruwelijk, omdat het afzien is voor de sprinters. Voilà, Merckx doet zijn werk. Ja, Livijn zit goed. Livijn zit goed. Anjolkowski zit bijna op blok. Nu moet Arjen komen. Arjen Livijns voor de rit zeggen. Daar is Livijns. Hij gaat binnen zijn. Hij gaat binnen zijn, mannen. Alhoewel, we zitten wel aan blok. Komt Benoot nog? Want is het Tischke die hier komt voor Jumbo-Visma? Maar het is Livijns die hem pakt. Oh, lekker. Anjolkowski tweede. Ook lekker. Omen op 3. Nee, het is een 1-2-3'tje voor Bingo. Oké. Oh, heerlijk dit, man. 1-2-3. Tweede etappe. Extreem carrière worden, Bingo. Oké. Oh, deze gaat waarschijnlijk niet meer vaak voorvallen. Nee, is mezelf op PCM niet gelukt, als ik me het goed herinner. Met Lotto? Geen idee. Maar voilà, extreem, je ziet het. Ja, we zullen zien. Hè. Als het gemakkelijk wordt, dan moeten we alweer naar die level mod gaan. Want Miru heeft die al terug uitgebracht, ook voor PCM 22. Dus je kan die ook wederom gaan gebruiken. En de link daarvan, ja, die vind je in de NCL Discord server. En die vind je denk ik ook op de PCM World Discord server. Maar oké, ik zal hem desnoods wel eens in een van de video's in de omschrijving droppen. Zodat je ook die link vindt voor die level mod. Maar ja, ik weet nog niet of het echt gaat nodig zijn. Ik denk dat het eerder een beetje een toevalstreffer is. Want alle ritten die ik tot nu toe heb gereden op PCM 22 in 1-2-3'tje zat er nog niet bij. Winnen was trouwens al moeilijk. R6 met deze vraag. Wat vindt u van de lichter Veldenaar Joran Wiseuren? Ja, Joran is een talent, hè. Dat is duidelijk. Zeker in het veld rijden. Op de weg moeten we het nog wel zien. Maar ja, ik denk dat hij op de weg ook echt wel nog een goede renner kan gaan worden. Hij heeft zeker de inhoud om het te gaan maken. Is ja, misschien wat een laatbloeier dan in de jeugdcategorie. Want daarvoor was hij wel goed, maar nog niet top. Maar de laatste 2 jaar heeft hij echt wel dikke stappen gezet. En wij gaan ondertussen naar de laatste 5 kilometer alweer. Voilà, onder de boarding van Eurosport. Momenteel heb ik de bogen nog niet toegepast. Dus ik heb wel de sponsorpacks erin gezet, maar nog niet die bogen. Dus ja, we zullen wel zien of ik ze op termijn er ga inzetten. Misschien voor een paar rondes en dan weer niet. En we gaan kijken naar onze lead-out. We worden wat geblokt. Viviani moet nu gaan komen met Merckx. En dan zit Anjolkowski klaar. Kan Stani deze keer wel toeslaan. Want hij was de aangeduide rittenkaper in deze bongo. En nu Merckx moet gaan komen. Oh, Anjolkowski moet zijn eigen weg kiezen. Anjolkowski, nee, hij komt er niet uit. Het is daar helemaal op rechts. Het is Boissonhagen. Het is Edvald met de ritzege voor Total Energy. Ja, ja, mooi, mooi, mooi. Op de rechterkant. En Merckx is tweede. Oké. Riemieke. Wat is dit, man? Merckx op plek 2. Biermans op 3. Dan Bennett Gazzoli. En dit is het verschil nu in het algemeen klassement. We zijn wel de leiderstrijd terug kwijt, ja. Anjolkowski had hem dus 1 dag bemachtigd met zijn tweede plek van gisteren. Maar Boissonhagen is duidelijk wel een concurrent voor de eindzegen in deze Missa Bongo. En dan gaan we naar de vierde rittenlijn, jawel. Voilà, 111 kilometer, ja, geen vette. En wat kan Sam Bennett doen? Want momenteel toch bijna altijd de topfavoriet in iedere rit. Is ook wel de grote blikvanger in deze ronde van Bongo. De kopman van Bora Hansgrohe, maar momenteel nog niet gewonnen. Wij gaan stilaan naar de finale wel van deze rit. De Amazing Arc met nog een persvraag. Wat vind je van Koen zijn klimcapaciteit in de ronde van Zwitserland? Ja, het was me inderdaad ook wel opgevallen dat hij daar bijzonder goed omhoog reed, man. Damn, en zijn tijdrit is ook echt wel een wapen. Top 5 ook gereden uiteindelijk in de ronde van Zwitserland. Ja, heel sterk. Maar oké, de coronagevallen hebben er waarschijnlijk ook wel mee te maken. Maar dan nog, ja, toch een sterke prestatie van Koen, hoor. En het toont wel een beetje aan, ja, dat Evenepoel daar wel beter had kunnen presteren uiteindelijk. Maar oké, heeft het niet slecht gedaan. Maar bergop ging het echt niet van een leien dakje. Dat was ook duidelijk. En de aanval van die fans, die loopt ook niet van een leien dakje. Nee, we geraken niet weg. Maar we zitten nu wel redelijk goed met onze trein door het manoeuvre van Livens.
Het is nu Viviani die Stani moet loodsen. De lead-out voor Anjolkowski. Het is tegenover de mannen van Alpecin. En nu komt Anjolkowski. Anjolkowski met zijn eerste Tamigno. Tamigno komt nog. Nee, het is voor Stani. Voilà, bam. Onze Poolse bonk pakt hem. Daar is ritzegen nummer 2 in deze bongo. Hoppa, hoppa. Ja, lekker, lekker. En het was eigenlijk niet de bedoeling om het zo uit te spelen, maar ja. Arjen Nivens heeft het uiteindelijk wel zo laten uitdraaien. Zijn aanval leidde ons naar een perfecte lead-out van Viviani. En dan Anjolkowski met de rit zeggen bam. 9 seconden nu voor op Boasson hangen. Ja, oké. Het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit, plots. Tamigno is opgeschoven naar plek 3. Nivens op 4, Merts op 5. Ja, Rimico ook een sterke ronde aan het rijden. En dan gaan we eens kijken naar de volgende. Rit 5 is deze alweer. Voilà, voilà. Alweer Sam Bennett als de topfavoriet naar Congo. 135 kilometer vandaag. Oké. Is wederom niet echt zwaar. En wat kunnen onze mannen? 2 ritzegens tot nu toe. Kan er nog eentje bij komen? Het zal altijd lekker en mooi zijn natuurlijk. Livens heeft er al eentje gepakt. En Anjolkowski. En voilà, onverhaarde stroken. Die vindt hier ook terug. Soms is het wel afzien voor onze renners, maar deze is makkelijk te verteren. Meens en Blauwe trouwens ook met het werk voor onze ploeg. En dan deze massasprint, jawel. Livens met het beukwerk, dan de lead-out man Viviani. En die komt als een raket. Oh, Viviani. Viviani als een raket weg. Anjolkowski kan niet volgen de leider. En Viviani gaat hem pakken. Oh, hij valt stil. Ze komen nog. Het is Bennett. Het is Bennett die nog komt in het midden. En het is Attilio. Oh, Attilio pakt hem. Oh, wat is dit, man? Wat een vreemde sprint. Oh, damn. Wat een rare sprint was dit. Viviani schiet als raket weg en de andere ploegen lijken precies niet vooruit te komen. En ze komen uiteindelijk net te laat. Ja, Bennett, net te laat. Een paar bandtiktes was het. En daar is onze derde ritzegen in Bongo. Oké. Ja, oké. Stevig. Ik kan het eigenlijk niet zien aankomen dat we hier 3 ritzegens gingen pakken. En Anjolkowski nog steeds als leider in deze ronde. Ja, vluchtig over de favorieten gegaan. Ja, het zijn altijd dezelfde, want het zijn meestal vlakke ritten. En de vlucht van de dag zit hier vlak voor nog. Merts met de lead-out voor Anjolkowski. Oh, we zitten al aan blok. Oké. Een bijzonder zwakke sprint van Lem. Dat is duidelijk. Venturini gaat erover komen. De Eekhoff zien we ook nog. En het is Samitier die hem pakt voorin. Jawel, Sergio Samitier is de dagwinnaar. Voor Castrantas, ja, de Griek, oké. Van het Kuwait Pro Cycling Team. En geen tijdsverschil, oh, dat is ook wel lekker. Want ja, dat had wel gevaarlijk kunnen worden. Want hij pakte ook al redelijk wat seconden onderweg. Ja, kijk eens daar, op plek 3 komt hij te staan, Samitier. Boasson Hagen staat nog steeds tweede. Tamigno op 4, Livens op 5, op 6 Merts en op 7 Viviani. Ja, kijk eens aan, 4 man in de top 10 momenteel. Ja, Bingo is er klaar voor het seizoen, denk ik. Ik ben er zeker klaar voor. Libreville, daar gaan we naartoe op dag 7. De allerlaatste dag van deze La Tropical Amisabongo. En doen we er nog een vierde ritzegen bij? Dat is de vraag. We gaan in ieder geval deze tussensprint volledig voorbereiden. We hebben onze ploeg hard laten werken. Want bam, we pakken hier alle seconden. Boasson Hagen niet. Nee, want Merts neemt er ook nog weg. Lekker, Remy. En op deze manier kunnen we de leiderstrijd niet meer verliezen. En dan Lucas met de persvraag verviel de tetraedische. Denk ik dat het moet zijn volgens jou bij de onvolkomenheid van de reclusiviteit bij het nummertje Roglic-Vingegaard. Ja. Goh, ik zou eigenlijk stellen van niet. Nee, volgens mij was dat gewoon echt de gameplan. Dus de reclusiviteit werd volgens mij echt wel ingevuld. Of moest Van Aert de derde man zijn? Ja, oké. Als je over tetraedische wilt houden, ja, dan moest er een derde man zijn. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling was. En wij gaan ondertussen naar de sprint. Ja, Anjolkowski voor een tweede. Het is Biermans, alhoewel Venturini. En we doen een Van Aertje, denkt Biermans. Ja, waarom niet, man? Clément Venturini pakt hem in ieder geval. De allerlaatste rit in Bongo. Voilà, voilà. Wij pakten een paar bonies onderweg. Wat genoeg was, mocht Boasson Hagen gewonnen hebben vandaag. Maar oké, dat is niet gebeurd. Dus wij winnen wel deze ronde met Anjolkowski, Stanislav. Ja, hij doet het meteen. Lekker gedaan, man. Samitier op 3, Tamigno op 4, Livens op 5 en dan hadden we ook nog Merts op 6. En voilà, we hebben een wildcard gekregen voor Milan Sanremo en voor de Gold Race niet. Ah, dat is jammer.
dat is jammer. In de Gold Race hadden we misschien ook wel nog iets kunnen doen met onze ploeg. En dan moeten we ook de keuze gaan maken voor welk nationaal team we gaan kiezen. Ja, alweer België of eens iets anders. Ja, ik had het in een poll kunnen zetten, maar dan had ik wederom niet verder kunnen in mijn carrière mode. En ik heb het nodig voor zondag de Tietenman mode. Dus we gaan eens kijken, de Polen. Hebben zij wat talent in huis? Ja, Kwiatkowski, Majka, Anjolkowski. Dat zijn hun drie toppers. Verder hebben ze niet zoveel. Ja, Malecki ken ik natuurlijk ook. Botnar. Ja, Sajnok hebben ze nog. Kradek. Ja, ze zijn wel goede renners, maar oké, daar word je geen Europees of wereldkampioen mee. Maar ik ga toch voor Polen gaan. Ja, ik heb al zo vaak Team Belgium gepakt. En het wordt dus Team Poland. Ja, Team Poland, here we come. En dan gaan we eens kijken naar de selectie voor de GP Marseille. Met Lorenz Rex, met Marco Tizza. Quintin Venner is er ook bij. Dan hebben we nog Romain Seigle. Jawel, zijn eerste koers voor Bingo gaat hij afwerken. Luc Wiertgen is er ook bij natuurlijk. Dan hebben we nog Dimitri Pijskens. Jawel, Pijskens, wat pijs ervan, man. En Dorian De Maagd is er ook nog bij. En ja, die moet er ook gewoon bij. Een magelijk gouden Dorian in deze GP, de Grand Prix Cycliste La Marseille. En, of is het La Marseillaise? Ja, het is La Marseillaise. En voilà, Peleo Bilbao, Rota, Venturini, Oldani, Pino, Barguil, Meurisse, Villermo, Soep en Bonamour. Dat zijn de topfavorieten. Toetzee en Aasvold staan in het magazine. We gaan eens gaan kijken in deze Franse openingskoers. Ja, de borders lijken hier nog niet helemaal aangepast. Ik ga toch eens moeten gaan kijken naar al mijn files, want ik denk niet dat ik al alles heb overgezet. Ik had precies in Bongo ook al gemerkt dat nog niet alles overstond. En de helmen van Bingo ga ik trouwens ook nog eens moeten gaan bekijken. En wat zijn de dagvormen? Plus 3 wel bij Pijskes zien we. Ook Rex plus 1. Voor de rest break-even en negatieve dagvormen. Ja, dat is minder. Maar we gaan Pijskes wel meesturen. Waarom niet? Plus 3 in de vlucht van de dag. Met Goubert, met Julien, met Schunk. En Tizza momenteel even aan kop. Tempo losse Tizza. Kom aan Marco. En we krijgen deze persvraag nog van GameLu. Welke trui vind je het mooiste? EK of het WK? Ja, ik zei het in mijn vorige video al van Mauri. De EK-trui vind ik eigenlijk mooier om eerlijk te zijn. En deze persvraag nog van de vermoeid potlood. Wie gaat het WK winnen? Ik zeg dat hij Pogacar. Ja, ik weet niet. Ja, het is maar gewoon een willekeurige naam die meteen in me opkomt. Ja, Pogacar misschien. Hij maakt al kans, denk ik, daar hoor, in Australië. Het zou Alaphilippe nog een keer kunnen worden, alhoewel. Dat zou ook echt wel straf zijn. Ja, Pogacar toch. Wederom een vreemd voorgevoel. Ik weet niet van waar het komt. Ik zit er waarschijnlijk ook volledig naast, maar... Noteer het maar, LM heeft Pogacar gezet als wereldkampioen daar in Australië. En Seigle gaat er hier vandoor, jawel. We gaan de sprong maken naar deze man. Ik denk dat het Bonamour was, jawel. En Bilbao wil ook nog meegaan met z'n drie de afdaling nemen, ja oké. Alleen is nog beter, maar ze gaan me niet laten rijden, denk ik. En we moeten toch ook wel een beetje oppassen dat we ons niet opblazen met Romain. Want deze mannen zitten ook niet zo ver en Tizza zit daar ook nog bij. Ja, goed bezig Marco. Goed bezig. Twee mannen van Bingo toch in de finale van deze GP Marseillaise. En we hebben nog een persvraag. Er eentje van Lucas. Kan Quinten Hermans in de Vlaamse klassiekers een sterk staaltje griezelen? Ja, als het bergop gaat wel. Over de kasseien niet, zou ik zeggen. Alhoewel, ja, kan daar ook wel uit de voet. En komen met nog de vraag, waar moet Quinten Hermans naartoe gaan? Zijn dat een volgende ploeg? Quickstep misschien? Zou je wel thuis horen, hè, denk ik. Ja, ze hebben daar ook wel wat oudere mannen waar ze van af moeten. Hé, Lampie. Oh, ik moet niet te veel zeggen, want sommige van die kerels zijn jonger dan mezelf. Maar zwart, met z'n drieën. Ja, die groep daarachter lijkt toch niet te gaan terugkomen. Het valt daar opnieuw wat stil. Het zijn de mannen van Arkea die het moeten doen, maar nee, ze komen precies niet goed overeen. We gaan met z'n drieën sprinten en we hebben een sprint, mannen. We hebben een acceleratie met Seigle. Kom aan, Romain. Alhoewel, oh, Bonamour en Pello, wat is dit, man? Wat is dit? Bilbao en Bonamour sprinten ons gewoon kapot. En het is Bonamour die hem pakt. Jawel, de thuisrijder. Hij wint hier in Marseille. Wij zijn uiteindelijk derde. Venturini pakt plek 4. En de mannen van Arkea, ja, Barguil, wat is dit, man? Zat daar met zijn ploeggenoot, maar ze deden het niet goed. Frank Bonamour wint de Grand Prix Cycliste La Marseillaise. Bilbao op 2, Seigle op 3.
Alweer een mooi podium voor onze ploeg. Bingo, Pauwelshuizen, Wallonie, Bruxelles. Voilà, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Van de eerste aflevering van de PCM 22 Carrière Mode. Bedankt om te kijken in ieder geval. Abonneer nog gerust op mijn YouTube kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En kom gerust ook zondag een kijkje nemen naar de aflevering van de Tietema Mode. Waar we dus eigenlijk verder gaan met deze bingo carrière. Alleen gaan we het in-game wat anders aanpakken. Maar dat krijg je natuurlijk zondag te zien. En veel meer nog van dat natuurlijk komende weken op mijn YouTube kanaal. Bedankt nogmaals om te kijken. Tot de volgende en bye bye.